Het Rijksmuseum van Cuypers, 1885, neo-gothiek. Een zwaar katholiek stempel wat dit gebouw eigenlijk met zich draagt. En ook de eregalerij die als een soort basiliek hier eindigt op het altaar. En dan zien we geen christelijke voorstelling, maar een burgerlijke voorstelling. De nachtwacht van Rembrandt, celebraal op een ja, haast heilige manier. Ja, in wezen is het gebouw als een kerk gemaakt. In het oude museum had elke conservator zijn eigen ruimtes. Dus een ruimte voor schilderijen, een ruimte voor glas, een ruimte voor zilver. In het nieuwe museum maak je een wandeling door de tijd. En het is de bedoeling bij het publiek een gevoel voor schoonheid te creëren van Nederlandse kunst en een gevoel voor tijd. Je maakt een wandeling door de tijd en ontmoet de schatten van Nederland.